Het Natuurmuseum Friesland heeft een nationale primeur. In het museum is de komende maanden de expositie Animal Inside Out te zien. Als je de tentoonstelling bezoekt, krijg je een kijkje onder de huid van dieren en zie je onder andere alle organen, spieren en pezen. De dieren zijn een natuurlijke dood gestorven en daarna opgezet. De organen, spieren en pezen zijn ook echt, maar bewerkt met plastinatie, zodat ze goed blijven. Ja, het is een uniek procedé dat Gunther van Hagen heeft geperfectioneerd. Hij heeft het niet helemaal uitgevonden, het plastineren. Je vervangt dus het vergankelijke, bederfelijke weefsel van een dier door een plastinaat. En die techniek die daarvoor nodig is, die heeft hij vervolmaakt en op een schaal toegepast, zoals bijvoorbeeld bij de olifant. Dat kan niemand in de wereld, kan dat zo doen. En zijn kwaliteit zit hem vooral in dat de weefsels, de spieren, de kleuren daarvan, dat die echt perfect natuurgetrouw zijn gebleven. En daarna zie je dus delen van het skelet, delen van de huid nog terug. Zodat het ook heel dicht bij het oorspronkelijke beest brengt. Dr. Gunther van Hagen is een wereldberoemd anatoom. Eerder produceerde hij al de tentoonstelling Body Worlds, waarin het lichaam van de mens centraal stond. Nu dus de dieren. Deze expositie is samengesteld door de vrouw van Dr. van Hagen, Dr. Angelina Walli. Met de tentoonstelling wil Dr. Walli naast mensen verrassen ook een boodschap meegeven. I know by experience that is really fascinating to visitors and it really helps them understand how intricately nature is made, but at the same time how fragile it is. It is our responsibility to maintain that. Met de primeur hoopt het Natuurmuseum een record aantal bezoekers te trekken, al moeten het er ook niet te veel worden. De schattingen lopen uiteen van het minimum van toch zeker 30.000 tot veel collega's en van het bestuur ook zeggen, dat worden toch zeker 50.000, dat kan niet anders. En hoeveel zijn het er in uw dromen op dit moment? Nou, ik hoop inderdaad die 50.000, dat zou mooi zijn, want het moet ook niet naar de 100.000 gaan, want dan hebben we een probleem. Dan is het museum gewoon, daar is het niet op gebouwd, hè, wordt het te druk en dan is gewoon de capaciteit van dit oude complex, want we zitten tenslotte in een historisch monument, dat kan dat niet aan. Dus zo rond die 50.000, dat zou een prachtig aantal zijn. Wie geïnteresseerd is, kan vanaf zaterdag terecht in het Natuurmuseum om zich te laten verrassen. We have here a goat that shows the muscles right underneath the skin. And you may wonder why did they put this goat upright, because the goat doesn't stand like this. And the reason is very simple, because the goat was pregnant. And so to be able to have a look at it, we made it stand upright, and here in the lower abdomen you see the open uterus with 3 tiny goats inside. De expositie Animal Inside Out loopt van 3 oktober tot en met 3 januari. De gemeente Leeuwarden is trots op de mantelzorgers binnen de gemeente. Daarom wil gemeente Leeuwarden de mantelzorgers binnenkort bedanken middels een megalunch in de Harmonie. Mantelzorgers kunnen zich daarvoor aanmelden op de website mantelzorgwijzer.nl. Daarnaast heeft gemeente Leeuwarden ook een enquête online gezet die mantelzorgers kunnen invullen, zodat er nog beter kan worden aangesloten bij hun wensen en behoeftes. In winkelcentrum Zeiland is de komende dagen de tentoonstelling Explore te bezoeken. De expositie bestaat uit kunstwerken van NHL-studenten die de opleiding tot docent beeldende kunst en vormgeving volgen. Met deze tentoonstelling hebben de studenten hun opleiding voltooid en kan er worden gezocht naar een baan. Ja, ik zou graag in het voortgezet onderwijs willen lesgeven of op het mbo. En wat mijn plan is om daarnaast ook gewoon nog voor mezelf bezig te zijn. Dus ook zelf kunst te blijven maken, dus ik daar ook actief in blijf. En ga je dan ook door met het thema natuur of zeg je van misschien ga ik wel andere wegen qua onderwerpen inslaan? Nou, wie weet, het kan alle kanten op gaan, dus daar hou ik niet aan vast. Maar die voorliefde voor natuur blijft wel. Ja zeker. Ja. Op het werk in de pop-up galerie is Carmen Hofman trots. Ze heeft lang gewerkt aan de objecten en er veel vrije tijd in gestoken, want al haar werken komen deels uit de natuur. Daar ligt heel mooi rood zand. Dat heb ik in Frankrijk meegenomen. Dat heette daar ook de Colorado voor Frankrijk. En dat heb ik meegenomen en daarnaast
ja, omdat het zand, ben ik naar de eigenschappen gaan kijken. Dat is los en het, is, het kan, het vloeit, het valt. En aan de ene kant heb ik daar geometrische vormen van gemaakt, die dan bekleed zijn met het rode zand. En aan de andere kant heb ik een stukje glas liggen. En dat heb ik zelf gemaakt vanuit het rode zand. Dus zo ben ik steeds aan het experimenteren van wat kan ik doen met de objecten die ik vind. Of de materialen die ik vind. Zodat ik de kenmerken van het object, zeg maar, naar voren laat komen. Wie de werken van Carmen en andere laatstejaarsstudenten wil bewonderen, kan dat nog doen tot zaterdag 3 oktober.